Weg kwijt. Aan. Geen geintjes. We zijn er weer, mensen, en we zitten in de auto. Hoe je ziet, ik ben niet alleen. Ik ben met Lange, ik ben met Touw, ik ben met Maat. Ja? Fitnessvlogs. Ja, ik zeg eerlijk, ik ben nog niet helemaal begonnen met fitness, eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar iemand zou beginnen. Ja, broer, dat is toch net 2020. Ik ga gewoon nu gewoon start, weet je. En je weet hoe het gaat, hè? Keihard. We spuiten alleen als ik klaar kom. Snap je? We gaan het zien. Ja, in ieder geval, we zijn onderweg naar Bodegraven. Want mensen hadden natuurlijk een fles gewonnen. Niet mensen, iemand had een fles gewonnen. En nou, dat vind je leuk, hè? Je moet wel hier blijven, hè? Nee, broer, ik moet deze blijven. Wat praat je nou? Ja? Oh nee. Vries! Je moet richting goud daar, dat zeg ik toch, richting Alexander gewoon. Je luistert niet. Oké, mensen, we gaan even focussen. Ja, je gaat sowieso even van, je gaat ook tanken. Ja, want we zitten niet in mijn auto. Kijk, we zitten in Touw's auto. Nee, hoor. Ja, en ik ga gewoon zo tanken. Maar het maakt niet uit. In ieder geval, we zijn onderweg naar Bodegraven. Ja, die gozer hebben een fles gewonnen. Die vodka 010 fles. En die gaan we gewoon nu brengen. Weet je, dat zat er op de planning. Daar gaan we nu naartoe. Je ziet het gaat alweer helemaal mis. We zijn er, hoor. Bodegraven, om wel te zijn. Nee toch, we zijn er bijna. En ik ga even de fles afgooien. Hoe is het? We zijn er, man, we zijn er. Tuurlijk, man. Shout out naar 010 Vodka. Ga die mensen ook volgen. Lekker een vodkaatje. Ah, kijk die gozer daar, ja toch. Hè? Huh? Ja. Jawel. Hoe is het, gozer? Ja toch, lekker man, lekker man. Alles goed? Lekker. Ja, toch, zeker man, respect man. Kijk hier, voor jou pik. Thanks bro. Dus vandaag is vrijdag, dus je mag het sowieso chillen, of sowieso, niet? Sowieso bro, ja, toch? Even, ja, even chillen. Dankjewel voor Skilly Kim en 010 Vodka. Ja toch, zeker. Lekker, geniet ervan. Man. Ik heb nog een paar stickers bro. Ook voor jou en zo. Thanks, man. Ja bro. Toch? Nee, jawel, broer, ik zit toch... Maar jij hebt nu alles aangedaan. Die navigatie toch, broer, ik moet navigatie voor mijn gezicht hebben, bro. Ja, toch, fuck dat, man. Ik zeg je wel echt eerlijk, man. Ik rij al twee keer verkeerd. Nou, drie keer, hè. Drie keer, ja. Zo, maar we zijn onderweg terug naar Bijlandse Laan. Ga lekker dat, joh. Maar jullie zien het, zie je? Niet bij mij gaat alleen fout. Hier achter ook. Lekker chillen hier in de poedel, lekker. Hey, fuck, ben je nog steeds aan het hoesten van mijn ding? Ja, dat is lekker. Je kan niet ogen gaan. Je bent slechte wiet. Jij bent gek, zeg. Weg kwijt. Man. Geen geintjes. Hey, we zijn lekker aan het chillen, man. Het is gezellig, man. Ja, man, lekker hietertje erbij. Hoe is het? Huh? Of niet? Greg doet de hele dag alsof die weet je wat, die ding kan je gewoon in je zak doen hoor, die denk dat oorbellen zijn ofzo. Like, deel en abonneer, je weet toch. Ja, dit gaat echt nergens over. Met die Doris, is oren. Ja. Hij doet alsof het oorbellen zijn. Witte oorbellen. Geen live. Toch geen live. Witte knoppen. Ja toch. Wat is dat? Kijk eens. Ja, dat is een GoPro. Ja, dit is Richie mensen. Richie Inc. Voor de mensen die het niet weten, je weet toch. Nee. Dit is Janneman, Ritchie Inc. Ja, ik weet zelf. Goed uit Rotterdam, samen. Geen geintjes! We zijn Rotterdam Zuid, man. Geen geintjes, weet je toch?
Shout-out naar hem, je weet toch, hij is gewoon gekomen vanuit Overschie, je weet het. Ik heb sowieso love voor Overschie. Ik ben onderweg nu even naar Ramsey, naar Café de Markt, want hij is ook gewoon vandaag jarig, dus ik ga hem wel even checken. En dan ga ik gewoon lekker naar huis, maar ik ga wel even snel een shotje met hem doen hoor, want dat verdient die oude gozer wel hoor. Even snel felicitatie en dan gaan we weer lekker er tussen, joh. Hey, Jannik Ramsey! Hoe is het? Muisje! Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Hey. Dank Muisje! Hey, hoe jong ben je geworden? 35. Stop fucking lying! Hij ligt, joh. Die man zit weer een dikke sigaar te roken. Oh, oh, wat wij nou weer laten zien. Hè? Ja, hij zit me helemaal weg te roken hier. Stil, zo! Goedemorgen. Ja, was weer even lachen hoor, bij die Ramsey. Kooit maar krachtig. Hey, maar die man is echt grappig. Echt geweldig, jongen. Ja, maar shout out naar Ramsey, man. We zijn weer in de auto, mensen. En we gaan de volgende winnaar zijn pakketje afleveren. Dus het gaat om de vlag. En dat is wel een stukje rijden. Wil je maar kijken? Hoe is het? Maar ja, maakt niet uit, joh. Ja, hij zei gewoon van stuur het maar op. Maar weet je wat? Ik dacht bij mezelf, hé, hey, laat me gewoon langs rijden. Weet je, is wat toffer. Dus dat gaan we gewoon nou doen. Fan love. Beetje fan love. Ja, en het is niet in Venlo. Het is niet een fan, nee. Het is niet een fanrij. Nee, maar in ieder geval, we gaan er gewoon naartoe. Jullie gaan het zo zien, man. Of die thuis is, weet ik niet, maar ja, we gaan gewoon daar naartoe. Verrassen hem. Weet je wat jammer is van hier? Je hoeft zelf niet te paaien hier. Dat je in Nederland niet zo die tankstations hebt zoals in het buitenland, toch? Dus we hadden die pitstop even gehouden. En dan heb ik even contact met die gozer ge... Oh shit. Here we go again. Ja, precies. Contact met hem verzocht, gehad. A few moments later. Ja, dus ik heb even contact gezocht met die gozer. We waren hier even bij de pitstop beland, maar hij is dus aan het werk. Hoe gaan we dit doen? Dat is een rock op poela, broer. Hij is aan het werk, ja, maar hij reageert niet even, omdat hij is aan het werk. Ik ga even kijken. We gaan even kijken hoe we dit gaan doen, maar we moeten het laten lukken. Uggelen, mensen, uggelen. Ik heb er nog niets van gehoord. Ja, ja, ik weet ervan, hoor. Shit. Dat is een osje. Doe normaal, joh. Dat is gewoon een van de valken. Niemand huis zijn. Dat is dat zou niet gewend dat er dan zijn. Jongen, jongen. Maar ja, dus we zijn onderweg nou, naar zijn werk. Want hij is nog aan het werken en leveren het even daar af. Kijk hier, man, dit zijn hotels, man. Dit is wel een hotel, broer. Ja. Nee, broer. Ja. Dit is een osso. Nee. Zo goed. Maar ja, we gaan dus naar zijn werk toe brengen. Toch, hij zegt van zo, we hebben helemaal deze stuk gereden alleen om die vlag te brengen. Dan ga je weer terug. Ik zeg, ja, is geen probleem, man. Weet je, dat doen we even. We gaan het even snel afleveren. Weet je, want die zaak gaat ook zo dicht. Even kijk eens, ik zie hem al, hoor. Hoe is het, gozer? Alles goed? Ja, man. Lekker. Ja, man. Echt, jongen. We zien het, hè. Hij is er gewoon lekker, man. Ja, alles goed? Ja, man. Kijk eens, Pik. Laten we even naar buiten gaan. Ja, toch, is goed.
Shout-out naar deze gozer. Shout-out naar Skinny, jongens. Ja, toch? Love, man. Echt bedankt, man. En ik zie je nog wel eens een keer, ja? Ja, zeker. Doe voorzichtig. Ja, werk ze nog even. Maar ik vind het wel echt goed, man. Als je nu aan het werk bent. Nee, maakt niet uit, joh, weet je. Dat, nee. Mensen, ik ben een relaxe gozer, je ziet het toch? Ik voel gewoon even langs. Altijd, altijd goede vlogs. Ja, toch? Ik doe mijn best, man, ik doe mijn best. Maar ik spreek jullie nog is goed. Keer. Rustig aan, ja? Hey, joh. Later, hè? Goed terugrijden. Ja, toch, thanks. Goed, later, hè? Ja, toch, jullie zien het wel, mensen. Die boy waardeert het. Hij vindt het wel tof. Weet je, toch? Die mensen begrepen niks van zijn werk. We gaan weer terug. De Bijlandse Laan. Lekker, man. Ja, man, die boy. Weet toch? Hij vond het echt tof. Dat vind ik ook tof, weet toch? Als je hem ziet genieten, zie ik ben. Ja. Dan ben ik ook gewoon aan het genieten. Ja, man, kut. Ja, het gaat soms echt bij mij mis, man, mensen. Weet je, ik kan er gewoon niks aan doen, man. Maar ik laat het ook gewoon erin, hè? Ja, daarom, dat is nog lauwer. Ja, dat is weet je. Maar sowieso weer, shout-out naar hem dus. En ja, man. Lauw, man. Ik hoop dat we nog meer mensen blij kunnen maken, weet je. En ja, we gaan gewoon weer lekker terug naar Rotterdam. Zuid, hoe is het? Oost-west, thuisbest. Thuisbest. Hè? Oost-west, thuisbest. Zuid is thuis. Zuidbest. Jouw huis is ook mijn thuis. Mijn huis is ook jouw thuis. Ja, precies. Zoiets. Zo in Zuid zijn we allemaal thuis. We zijn in ieder geval gewoon weer lekker terug in Rotterdam. Ja, toch?